stage bij de dierenartspraktijk Europawijk Aros. Kom binnen. Wat van je stage? Nou, gewoon dat het best wel leerzaam zou zijn. Ik ben er eigenlijk een beetje naartoe gekomen zonder verwachtingen. Gewoon dingen op me af laten komen en kijken hoe het gaat. Waarom heb je deze stage gekozen? Ik vind het wel leuk om met dieren te werken. Zelf heb ik geen huisdieren, maar ik dacht ja, het is weer eens wat nieuws. Ben je ook van plan om hier later mee te gaan doen? Misschien wel, voor zover ik zie. Het bevalt me allemaal wel. Nou, oké, dat is mooi. Heb je ook al opdrachten gekregen die je moest doen? In het school en zo heb ik ook kennis gemaakt met het computerprogramma waar de gegevens van de klanten in staan. En gewoon de paspoorten, zeg maar, waar alles wordt ingeschreven. Ook een paar dingen ingeschreven. In de computer invullen? Ja, oké. Had je moeite met dingen? Bijvoorbeeld die sterilisatie, dat van vies. Nee, eigenlijk niet, aangezien ik ook over nadenk om operatieassistent te worden, kan ik daar wel gewoon tegen. Oh, oké. Okay. Ik heb vanmorgen de bitjes gedaan. Zit nog een beetje aan het trillen van de narcose, maar voor de rest is alles goed gegaan. Daarbij heb ik ook geholpen en de honden gewoon vastgehouden en de tong een beetje uit hun bek gehouden. En daarachter staat nog een kat. Op naar de kat. Niet zo goed te zien. Ik doe wel even het hokje open. Ja, nog van de narcose. Waar hebben we ook het gebed gedaan. Oh. Nee. Oké. Ja, en hier zitten gewoon een beetje... Ja, het keukentje. Koffie te drinken en zo. En een beetje spullen schoonmaken en alles. En daarachter staat een apparaat waarmee je dingen steriel maakt. En hier maak ik ook mijn opdrachten voor stage. Nou, mooi. Ja. Dankjewel. En hier gebeurt het allemaal. Hier worden dieren onderzocht en zo. En daar worden spullen opgezet voor een operatie of als er iets anders gedaan moet worden. Kun je even gaan liggen, Mischa? Nee, nee, dat mag ik niet doen. Oké. Okay. Hiernaast maken we röntgenfoto's, hè? Ja. Dat laten zien. Nee, nog niet. Mirsada doet qua stage lopen. Nou, ik vind dat ze heel geïnteresseerd is. En ze vraagt ook af en toe dingen en ze is heel rustig. En ik vind dat ze het tot nu toe heel goed doet. Oké, vindt u het niet lastig om een stagiaire te hebben lopen? Nee, want dat zijn we wel gewend hier. We hebben hier ook stagiaires van de opleiding paraveterinair, van het Clusius College. Dus dat is helemaal niet lastig. Oké, heeft u nog opmerkingen over de stagiaire? Nee, eigenlijk niet. Oh, oké, dat is mooi. Ja. Ze doet goed haar werk. Ze doet goed haar werk, ja hoor. Ja, en misschien deze week gaat ze. Ze heeft nu gezien hoe de gebitten schoongemaakt moeten worden van twee hondjes. En dat komt deze week ook nog een keer voor. Dus misschien dat ze donderdag dat zelf kan gaan proberen. Dus. Oké, nou, dank u wel. Een heel lief hondje, maar hij had nogal wat behoorlijk last van zijn ogen. Heb je hem? Het was zo erg dat we eigenlijk zeiden van, nou kom even voor controle. Ja, dus wij moeten even voor controle komen. En wat denk je ervan? Nou, volgens mij is het rechte oog in ieder geval een stuk beter. Kan je het oog een beetje inzoomen? Eens kijken. Ja, oké. Ja, het wordt een fotomodel. Ja. En dan doen we even de andere oog ook nog. Eens kijken, dan zie je wat een heftige ontsteking op het oog zit, zie je? Ja. Maar we zijn er nu één dag aan het behandelen en je ziet eigenlijk al dat het een stuk beter is geworden. Maar weet je... Krijgt hij gewoon wat Amox injectie en dan krijgt hij even, moet hij even wat Amox mee. Amox, ja. Geef maar een week mee. Krijgt hij even een prikje. Ik vind het wel verbeterd hoor. Ja. Ik vind hem wel rustiger. Nou, hij is anders. Hij loopt lekker buiten. Ja, dus hij is toch wel... Ja, ja. Ik zie het. Maar het blijft heftig natuurlijk. Je gaat het niet te gek maken, want ik heb deze maand al zoveel gegeven. Alleen het noodzakelijke. Ja, dat doe ik ook. Ja, maar hij heeft maar twee ogen, hè?